Ik ben blij dat het ons is gelukt om een sluitende begroting af te leveren. Maar dat was gelet op het feit dat we in 26 en 27 heel weinig geld uit Den Haag krijgen. Niet makkelijk. Niet makkelijk, nee. Want de jaren 2026 en 27 zijn volgens wethouder Manon Fokke ravijnjaren. En dat heeft te maken met Den Haag. Wij krijgen heel veel geld uit Den Haag in het gemeentefonds. En eigenlijk moet Den Haag dat allemaal herzien. Die willen nadenken over wat is nou een goede verdeling. Ze zijn er al heel lang over aan het nadenken. Ja, en eigenlijk voor 26 en 27 zouden ze een knoop door moeten hakken. En dat doen ze niet. En dat betekent dat we maar een gedeelte van het bedrag krijgen wat we normaal gesproken zouden krijgen. En dat betekent dat als je nu naar de begroting kijkt, dat we als we zelf geen noodmaatregelen zouden nemen, dat we dan geen sluitende begroting voor de jaren zouden kunnen afleveren. U heeft het over die noodmaatregelen, waar moet ik dan aan denken? Nou, bijvoorbeeld het verhogen van de OZB, dat zou dan gemiddeld over €5 op jaarbasis gaan. Ik snap dat mensen dat niet leuk vinden, want uiteindelijk raak je daar je eigen burger mee. Dus ja, ook onze oproep, die is overigens breed gedragen. Hè. Heel Nederland, alle gemeentes, de eerste overheid zeggen Den Haag, kom nou toch eens over de brug voor 26 en 27 en laat ons niet in de kou staan. En dat is ook precies wat er moet gebeuren. Zoals het er nu uitziet, heeft de gemeente Maastricht een positief saldo van ongeveer €10 miljoen in 2024 en €15 miljoen in 2025. Fokke heeft er vertrouwen in dat Den Haag wel met een oplossing gaat komen. Uiteindelijk snapt Den Haag heel goed dat wij zijn de lokale overheid, de eerste overheid. Wij staan het dichtste bij de burger. Wij voeren heel veel taken uit voor mensen. En ik denk dat Den Haag heel goed weet dat wij dat moeten kunnen blijven doen. En dat daar gewoon geld voor nodig is.